Ik was 7 jaar toen dat ontstond. Das haben wir dir zu verdanken eigentlich, ja? Indirekt. So, das ist, wieso indirekt? Weil das Hermann Hesse zu verdanken. Hallo, ich bin Jeroen und ich spiele Drums, Marimba. Ich bin Han, ich spiele Klarinet, Bass, Klarinet. Ich bin Hannes und ich spiele Kontrabass bei der... Bei Roel en Klarinet. Oh, sorry. Ja, ich spiele Akkordeon. In 1992 hadden we ons eerste optreden. Ik was nu 16 jaar, net zoals Bonnie de violist. Wij zaten samen in de klas. En dan Simon was Benjamin. Was 14 jaar en Roel was de oudere bij zijn man van 17. Hoe oud was je, Roel? 18 jaar. Ik ging dan 18 worden, een maand later, denk ik. Ik ben vooral op zoek gegaan naar toffe accordeonmuziek. En ik heb die dan wat zelf zitten maken. Gelukkig heb ik dan andere muzikanten tegengekomen, waardoor ik samen muziek kon spelen. Want een accordeon op zich is eigenlijk ook maar een accordeon. When I joined DAO, I came straight from... I was still at the conservatory and what I learned in DAO, that music theory isn't everything. I learned to be free. Yeah, more or less, yes. I love to be free. Ja, dat is wel een pertinente vraag waarom dat mensen denken dat DAO gestopt is, want dat is ook altijd de eerste reactie die ik krijg. Dus er zit veel tijd tussen de verschillende albums en meer in het... In het buitenland, in 4 landen gedaan. China. São Paulo, Taiwan, Tokio. Het meest surrealistisch maffe optreden was in Petersburg. Die wekenlange rondritjes door Europa in de... Ik ken een beetje hardcore bij het Oekraïns. Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Engeland, Nederland, Denemarken, Zweden, Zwitserland, Oostenrijk, Spanje, Italië. Engeland, Portugal. Zwitserland is er ook nog bij. Dat is het zo. Dus eigenlijk zijn we te beroemd in het buitenland. We record the album in the Finster Studios at Joris Kelwaerts. It's a really good space and a really nice space to record. Alors Marc de Dekker, c'est l'ingénieur qui nous mixe en live depuis bien 15 années, je pense. Il sait comment capter nos instruments. Il a un très joli tape machine. Donc beaucoup de raisons pour travailler avec lui. On a choisi pour lui trouver comme producer pour ce projet parce qu'il connaît très bien notre parcours. Chacun de nous a participé à ce projet à lui. Ouais, c'est ce qu'il a fait, il a fait un collage de tous les morceaux. Il est nogal un grand fan pour zichzelf et son verzameltapes. Il a fait l'opdracht un peu op die manier aanvaard. Un verzameltape maken van het werk van DAO permet dat hij. Songs zowel van de eerste plaat tot de laatste plaat gingen, waren die zeer verscheiden van stijl en van klank. En dat was een grote uitdaging om die als groep allemaal live gespeeld te krijgen. Met de huidige bezitting van DAO hebben we eigenlijk een heel strakke en gedisciplineerde arrangementen gemaakt. Sur les morceaux originaux, il y avait évidemment plein des instruments différents que nous on ne joue pas, comme les instruments des frères Lenski. On a cherché des moyens pour remplacer ces partitions. Jeroen, le batteur, joue très, très joliment le marimba. Et comme ça, il a pu récupérer plein de partitions de violon ou de violoncelle. Et daarboven hebben dan de gastmuzikanten quasi improvisatorisch eigenlijk een vrije saus gegoten. Het mooie is dat iedereen de compositie zich eigen heeft gemaakt. Tweede dinsdag zelfs bijvoorbeeld, vind ik. Er zitten veel nieuwe elementen in een nieuwe versie. We chose for David's album because I knew him from a previous project. So it's a really nice place, it's a really nice bloke. Hinein interpretieren, alte Songs,
in nieuwe versionen. Daar speelt dat. Ik hou vooral van de nummers die, misschien zo de minder bekende nummers, die dat we zelf ook bijvoorbeeld zelden of nooit live hebben gespeeld, zoals nummer Red. Ja, het is heel moeilijk om te kiezen. Eigenlijk de versies die er nu op staan op de plaats zijn allemaal terug fris en nieuw. Whenever the rain is falling, rain is falling. Whenever the rain is falling. We hebben 24-25 jaar, dus het is leuk dat iedereen erbij is. Zelfs al is het dan op een visual. Eigenlijk één hoop nostalgie. Wat zeker nostalgisch en net zoals de plaat zelf wordt het eigenlijk een combinatie van echt de muziek uit de beginjaren die een heel hoge energiewaarde heeft eigenlijk en dan de latere muziek die een meer introverte kant heeft. Best album ever.